Ja, Ruud, hoe heb jij je eerste wedstrijd als trainer van ADO beleefd? Ja, heel slecht natuurlijk. Je verwacht iets van wat je hebt gezien op trainingen. Of in ieder geval de ideeën die je hebt. En dan met zo'n uitslag weggaan. Dat had ik aan de andere kant ook weer niet verwacht. Nee, zijn jullie vernederd? Nou, zeker in de duels zeker. We hebben heel weinig duels, zo niet bijna alles verloren. In de goals weggeven, ik denk dat ik er 4 persoonlijke fouten wel kan tellen. Dus ja, dan word je behoorlijk. Het had voor rust al een grotere uitslag kunnen zijn. Dan des te vervelender is het dat het een minuut voor rust is. Maar ja, dan zie je een groep wat nog eigenlijk een groep moet gaan worden. En dat had je, dan moet ik mezelf kwalijk nemen. Daar had je iets meer van verwacht. Ja, want ze laten het dan op een gegeven moment ook maar gebeuren, lijkt het wel. Ja. En dat heb ik, wat ik al zei, op trainingen zie je dat ze heel graag willen. Dat je ze bijna moet afremmen, dat ze tackelen, dat ze gaan. Je hebt nu kunnen zien dat het gelaten was, dat elk duel voor Sparta was. En dat de goals, wat ik al zei, 4 persoonlijke fouten, dat is gewoon veel te veel. Met respect voor Sparta, maar dat is veel te veel. Is dat dan ook vertrouwen dat het zo broos is? Ja, dat kan. Dan zie je ineens dat het helemaal wegloopt. Je probeert ook het middenveld wat sterker te maken. Geen durf meer. Dat hadden ze niet, hadden we niet. Je zag veel ballen terug naar de keeper gaan. Dat was bijna de spelbepaler, dus dat is doodzonde. Maar dan moet je bij elkaar blijven, dan moet je dan maar duelleren. Wat ik zag, dan zie je dat een wedstrijd spelen om het echi, dan is het vrij broos. Ja, want dit is natuurlijk een enorme dreun. Jouw eerste wedstrijd wordt met 6-0 verloren. Ja. Wat zeg je dan in de kleedkamer als die groep daarbij één is? Net ook aangegeven dat ik als eerste zeg van dat ik het op me neem, sowieso, als trainer-coach. Dan had ik het misschien wat beter weg moeten zetten en wat meer moeten verduidelijken. Coach in de duels, et cetera, in het positionele. Maar ik vind een jonge groep moet ik ook kunnen beschermen. Het heeft geen zin om er flink bovenop te zitten. Neem die weg dat het echt wel aankomt, ook bij die jongens. Want die hadden ook wel een andere verwachting ervan. Ja, want het leek ook wel een beetje alsof jij op een gegeven moment berustte. De eerste helft zagen we je nogal vaak voor je dugout staan. Maar de tweede helft was het toch ook Ruud Brood op de bank? De eerste helft was ik veel bezig met Ilai. Omdat hij Haroui wat uitzakte tactisch. Vond ik dat hij wat meer in positie moest zijn. Ja, en dat we wat vaker wat slimmer moesten opbouwen. Althans, niet alleen maar de kort opbouwen. Je ziet ook de goals hoe die ontstaan. Dat is allemaal in de eerste fase. Tweede helft zit je daar te denken en dat roep je ook aan. Dat is ook wel het voordeel dat er geen publiek is. Dus nee, dan word ik niet minder fanatiek. Juist word ik fanatieker als men het laat lopen. En dat, daar zullen we het ook wel over hebben. Dat je elkaar niet zomaar moet laten zakken op deze manier. Nee, want als ze elkaar laten zakken, ga je dan ook ingrijpen? Want je zei al van persoonlijke fouten staan aan de basis van de doelpunten. Mensen laten elkaar zakken. Ga jij nu je een wedstrijd hebt gezien, ook anders erin? Volgende wedstrijd misschien wel heel veel andere namen aan de start? Nou ja, je wil wel, wat ik al zei, je wil wel op vastigheid trainen en dat ook wel terugzien. Maar het mag niet zo zijn dat we 4 grote persoonlijke fouten maken. Ik zeg niet dat het alleen achterin ligt. Dat je ook weer wat sterker mag zijn aan de bal. Maar dat heb ik ook niet kunnen zien. Dus het kan wel zo zijn dat we zeggen van in duelkracht of in duels, die moet je kunnen spelen. Dan mag je niet zo gelaten zijn. Dus daar gaan we ook wel echt over hebben. En als dat gaat met iemand die dat meer in zich heeft en misschien iets minder kwaliteit, maar voor het team wel belangrijk is, dan gaan we daar ook wel op ingrijpen. Heb jij vanmiddag enig moment achter je oor gekrapt en gedacht, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? Nee, dat niet. Ik heb natuurlijk wel, je hebt dit zeker niet zien aankomen of verwacht, laat ik het zo zeggen. Ook omdat we laatst ook wel een wedstrijdje hadden, zei het weliswaar vriendschappelijk, maar nu leek het al vriendschappelijk. Ik had verwacht dat we nu ook wel wisten van Sparta, dan moeten we hard gaan als team met z'n allen. Ja, dan moet je het ook simpel houden. Maar wat ik al zei, de goals werden veel te makkelijk weggegeven. Ja, handhaving wordt een zware dobber. Succes. Ja, dankjewel.